15 speelsters heeft het Nederlands handbalteam en 3 daarvan komen uit onze regio. En alle 3 met een eigen verhaal. Te beginnen bij de reservekeepster Jasmina Jankovic, geboren in Bosnië en al vroeg verhuisd naar Schiedam. In november vorig jaar, exact een week voor het WK, scheurde zij haar rechter kruisband. Ze schreeuwde het uit en zag direct Rio aan haar neus voorbij gaan. Op het moment zelf wel en de dag daarna bij de uitslag van de MRI ook. Maar dan ging het snel omschakelen, blik naar voren, blik op Rio zetten en operatie regelen, revalidatie regelen en dan dagelijks revalideren. Na 6 maanden revalideren is Jankovic er weer bij. Ook Ali Luciano uit Papendrecht ontbrak in de WK-selectie. Maar niet omdat de rechterhoekspeelster niet goed genoeg was. Nee, zeker niet. Ik was destijds wel goed genoeg. Dat was zeker niet de reden. Dat jaar heb ik gewoon een heel ongemakkelijk jaar meegemaakt. Ziekte, overlijden van mijn opa, blessure. En dat allemaal tijdens de 3 weken dat we bijeenkomen met het nationaal team. Dus ben ik er gewoon een heel jaar niet geweest. En dat was de reden voor de bondscoach om mij niet mee te nemen en de andere 2 meiden die er dus wel waren, mee te nemen. En dan houden we nog 1 over. Iemand die je niet kan missen met haar 1,86 meter. Kelly Dulfer uit Schiedam. Wat is haar verhaal? Ja, ik ben eigenlijk altijd bij geweest. Ik heb niet echt een bijzonder verhaal. Dulfer is een echte verdediger en speelt in Duitsland. Bij haar club Oldenburg waren de afgelopen seizoen zoveel blessures dat ze regelmatig ook als aanvaller speelde. Oranje heeft er in principe dus een meer allround speler bij. In de trainingen merk ik het wel veel, dat ik gewoon meer durf in de aanval ook. Het is natuurlijk een sterke competitie in Duitsland, dus daar leer je ook veel in de aanval. Maar eigenlijk doe ik hier nog steeds vooral verdedigen, want in de aanval hebben we hier gewoon betere speelsters. En geen betere verdedigers? Nee, blijkbaar niet. Nee. Nu kennen wij de 3 speelsters wat beter, maar hoe goed kennen ze elkaar eigenlijk? Tijd voor een testje. Wie van jullie is het meest ijdel? Jasmina. Ja. Wie van jullie is het meest aanwezig? Aili. Jasmina. Wie van jullie kan het slechtst tegen haar verlies? Aili. Jasmina. Kelly. Mooie. Wie van jullie is het slimst? Kelly. Aili. En wie van jullie kan straks in Rio het langst zonder seks? Jasmina. 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 Ja. Jas, toch? Ja. Jas. Single. Single. Deze groep is al jarenlang bij elkaar. Waar Oranje zich eerst wilde plaatsen voor EK's en WK's, is de ambitie telkens scherper gesteld. En nu is het hoofddoel in zicht. Goud, uiteraard. Alle landen zijn echt goed en ik denk dat 10 van de 12 landen iedereen van iedereen kan winnen. Wie wil niet Olympisch goud? Wij willen er gewoon bij staan en het liefst met goud om ons nek. Het is onze eerste keer en we gaan zien hoe dat eraan toe gaat. We zijn voorbereid voor alles en we gaan voor goud. 6 augustus spelen ze hun eerste wedstrijd. En op de slotdag van de Spelen, 21 augustus om 6 uur 's avonds, hopelijk hun laatste. Nog 1 test dan tenslotte. Wie van jullie is met de bal het zuiverst op de lange afstand? Jasmina.